Dames en heren, en welkom terug bij ARK Transformation. Oh yes, ik heb er weer zin in vandaag, dames en heren. Ik hoop dat jullie dat ook hebben. Helaas heb ik al een paar dingen en dat ging weer fout en dat crashte en allemaal van dat soort dingen. En dat hoort er soms een beetje bij en ik weet niet waarom, maar ik hou graag mijn eiland schoon. Kunnen jullie zien, daar ligt het andere lijk. Die verdwijnen vanzelf wel, maar vorige aflevering hebben wij deze super gave Betarex getemd. En de reacties van jullie waren weer geweldig, dames en heren. Hele grote hoeveelheid reacties. Ik vond het ook heel erg leuk om die absoluut allemaal weer te beantwoorden. Daar heb ik weer van genoten. Maar, vorige aflevering. Oh nee, wacht. Jullie hadden hele leuke namen. Die namen doen we even aan het einde van de aflevering. Gaan wij alle dino's, meeste dino's die nog een naam moeten hebben, die staan daar. Kijk daar. Je kunt het niet zien, want er staat een muur voor. En ook de reacties op de inspiratiebouw van het kasteel. Die waren ook heel gaaf. En daar moeten we ook, gaan we ook dingen mee doen. Maar dat doen we in de volgende bouwvideo. Doen we in deze video niet zoveel mee. Onze Betarex, onze heldin, onze geweldenaar van de vorige aflevering. Heb ik één foutje gemaakt. Eén klein foutje. Eén puntje te veel op melee damage. En dat houdt in dat melee damage niet meer hoger is. Het 5000%. Maar gestagneerd is op 887,7%. Dus ze is vrij waardeloos. Kunnen die helftpotjes er ook wel weer uit. Hebben we niks meer aan. De experience. Oh, wauw. Ze heeft best nog wat nuttigs in haar inventory. Oké. De rest maakt mij niet zoveel uit. Maar, dus, zij is best wel waardeloos. Ik zou haar nog kunnen gebruiken voor het breeden. Maar dan moeten we eerst eens heel even een perfect tame mannetje Betarex gaan temmen. En misschien gaan we dat wel doen. Ik weet nog niet helemaal wat we deze aflevering gaan doen. Wel weet ik dat Rich bij ons is. Richie? Hey! Hey, Richie! En ik heb wat problemen dat de game crasht, of PC crasht, hij houdt er gewoon helemaal mee op. Richie heeft een beetje problemen met Discord, die krijgt zijn geluid niet helemaal goed. Dus soms is hij een beetje stil, dan is hij niet echt stil, maar dan wordt het geluid gewoon niet doorgestuurd. En Rich, waarom hebben wij hier een taming ding gebouwd? Voor jou. Voor mij? Je wil mee temmen? 500 punten. 500 punten als je mee temt. Nou, ik denk wel 1500 punten. Maar zoveel torpor kun je niet doen. Vlieg jij nog ergens rond bij dat ding of niet? Met jouw hallo. Oké, want ik zie die beta. Want dat is het plan, mensen. De beta, deze beta hier. Deze beta Griffin, jullie zien het al. Hij heeft al 700.000 torpo van de 2,3 miljoen. We hebben al een beetje geprobeerd eigenlijk gewoon zo op het strand om wat damage te doen. En dat ding heeft gewoon brainworms. Die vliegt de hele tijd zo bij ons weg. Dat we gewoon niet fatsoenlijk torpo op hem kunnen doen. Dus eigenlijk moeten we niet Oh, really tight, manernas? Really? Waar zijn ze? Oh, mijn PT is te snel. Daar zijn ze. Oh. Oh. Wacht even. Waar zijn ze? Oh, hier zijn ze. Let op. Oh, yes. Die zijn dood. Opgeruimd staat netjes. Ah, ik zie Richie vliegen. Hey, Richie. Hallo. Oké, daar staat de Allosaurus. Dus dat is goed voor elkaar. Oh, die moet ik nog even op mijn schouder hebben, denk ik. Dat is het makkelijkste. Anders gaat die weer aanvallen. Zo. Oké, die hebben we... Wauw, Richie. Damn, dat ding doet gewoon bijna 50.000 in damage. Dit wil ik ook. Kom hier, jij. Vrouwtje. Vrouwtje, als jij mee nou eens volgt. Kom. Ja, ben je boos? Kom maar. Kom maar. Ja, goed zo. Kunnen we achter ons kijken? Ja, goed zo. Ja, dit gaat goed, Griffin. Dit gaat de goede kant op. Kijk, en dan maken we hier gewoon een bocht, Griffin. Beste Griffin. Ik weet dat jij moeite hebt met bocht te maken. Ah, oh, te veel moeite met de bocht te maken. Ik dacht dat ik de bocht ruim genoeg in had gezet. Maar nee, de Beta Griffin kan die bocht niet maken. Griffin, hou op met Rich aan te vallen. Val gewoon mij aan. Val mij aan. Kom op. Ik ben toch een veel lekkere haapje. Kom hier. Misschien probeert ze mij ook wel aan te vallen. Ik heb geen idee. Het is net een vrachtwagen in de lucht. Het is verschrikkelijk. Het is net een trein in de lucht, man. Oké. Okay. Hij blijft geïnteresseerd in Jan Griffin. Oh, hij staat nou voor de deur. Volg mij. Ja, hij volgt mij. Misschien moet ik gewoon een klein stukje verder deze kant op vliegen en dan zo. Ja, hier gaan we. Hier gaan we. Ik heb geen idee of hij nog goed achter mij aan zit. Ja, nee. Hij is daar weer gaan land, man. Gaan we opnieuw proberen, Griffin. Kom maar.
Nee, dan gaat hij weer de Morphodon aanvallen. Kom, we gaan eerst deze kant op. Dan geef je jou de ruimte om je vrachtwagen draai. En hij heeft weer een Dimorphodon gevonden. Oh, really? Moet ik dit lijk voor jou opeten? Als jij dat probeert te doen, dat duurt wel een half uur. Kom hier, Griffin! Oh mijn god, die dingen hebben echt de draaicirkel van een trein of zo, man. Dit is echt verschrikkelijk. Kom hier, Griffin! Griffin! Oké, okay, nee. Oh mijn god, ze vliegt op mij af. Ik denk, yes, die wil mij aanvallen. Maar nee, valt weer wat anders aan. Ik kan haar ook gewoon niet hitten, man. Kom hier! Ja, ik heb haar gehit. Is ze nou weer boos op mij? Het lijkt er nog niet echt op. Oh ja, ze is weer boos op mij. Oké. Oké. Ja, ze volgt me weer. Ze volgt me weer. Ze zit achter me aan. Jee, ze zit erin. Oh, Rich heeft de deur. Oh, perfect, dames en heren. Al die mislukkingen knippen we er gewoon uit. En dan plak ik zo aan elkaar dat het gewoon lijkt alsof het in één keer goed ging. Zo, kijk. Nou kunnen we gewoon op ons dode gemakje torpo doen. En na mijn crash ben ik vergeten mijn autoklikker weer aan te zetten. Kijk, kijk eens aan. Kunnen we hier erin eigenlijk? Oh, ik pas er gewoon bij in. Nice. Die Griffin. Oh, wauw. We zitten nu al op een miljoen torpo, Rich. Kun je er niet bij in? Pas daar niet. Oké. Oh, hij valt mij nou aan. Oké, okay, we zitten op 1,5 miljoen torpoer. Oh, dit gaat lekker snel, Rich. Dit gaat super lekker snel. Al bijna op 2 miljoen torpoer. Oh, hij zit al in zijn runaway. Oké, okay, ik denk dat we nou rustig aan moeten doen. We moeten nog 300.000. Blijf eens hier. En ik weet het, mensen, dit ziet er een beetje weird uit als ik het zo doe. Maar ik vind het zo zonde als we haar gewoon een keer te vaak hitten. 250, 265, 270, 296, nog eentje. Done. Done and done. Oh, yes, hij vliegt niet heen om haar dood te maken. Let's go. Dit wordt onze Beta Griffin. Hebben we golden? Ja, we hebben nog die golden dingen bij ons ook. Beetje van die erin. Word maar even hongerig. Let's go. Time up. Yes, plus 279 levels, Rich. We hebben het goed gedaan. Uh-oh, Rich die is in gevecht met iets. Boom. 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 Level 839. We hebben hier 1,5 miljoen AP. 6.000 stamina. 3000 weight, niet super hoog, maar 761,6% melee damage. Misschien had ik ook enigszins een zadel mee moeten nemen. Deze hoeveel mag je zadel, toch? Deze hoeveel mag je zadel, man? Oh, yes, laten we eens gaan vliegen. Hebben wij een betere turning radius? Nee, is niet te doen, is niet te doen. Oeh. Hij duikt natuurlijk wel super snel naar de grond. Oké. Kijk, en Rich die heeft het hele bouwwerk al even weer opgeruimd in no time. Wauw. Super ideaal. Allosaurus, wij zijn jou niet meer nodig. Ga jij maar naar huis. En ik denk dat we Air ook gewoon naar huis sturen. Oh, we kunnen ook Air zijn XP potions jatten. Alles op 1 na. Alles op 1 na. Rich, ben jij in gevecht? Oh, je hebt ook 2 leveltjes. Dan geef ik 2 leveltjes erbij. Geef me ook maar de helft daarvan. Vlees is niet nodig. Kunnen we zelf wel farmen. Let's go! Rich? Ah? Heb je hem weer doodgemaakt? Nee. Oké. Okay. Jij mag ook naar huis. Let's go! Oh, Beta Griffin. Oh, we moeten nog even taggen erop natuurlijk. Options, change name. Let's go. Gewoon taggen. Dit was geen perfect team, dit was een 65. Misschien moeten we dat er gewoon bij zetten. 65, let's go. Ah, oh, Rich. Als we erop gaan zitten, kunnen we dan een mooi screenshot krijgen. Dat is wel. Ik kom met mijn hoofd onder water. Oh, ze weer met mijn hoofd onder water. Hé, hey, is wel mooi met dat plantje op de voorgrond erbij. Yep, check, check.
Van achter. Natuurlijk ook altijd. Kontjes is belangrijk, dames en heren. Onthoud dat nou maar. Kontjes is belangrijk. Oeh, de beestsnelheid voelt goed, man, van deze dingen. Kwam niet door, Rich. Rich? Ah? Haar base damage is 128.520. En die 520 op het einde is super belangrijk. Oh, nou doet ze maar 9.000. Waarom hit ik net voor 125.000? What the crap? Die hit deed ik. Ik hitte die Apex Archie voor 125.000. Doet deze meer damage op flyers of zo? Nee. Oh, was dat misschien. Misschien was ik wel aan het sprinten zo naar beneden? Nee, ook niet. Wauw, ik snap er niks van. Zijn eerste hit was 125.000 en nu doet hij 9.000 aan damage. Niet dat het mij uitmaakt, want als wij tegen die tijd dat wij klaar zijn met deze op... Ah, frek, die flyers maar. Dat duurt mij te lang. Maar we hebben dus 9.000 base damage, dames en heren. Waar die 128.000 wegkomt, I don't know. En als het goed is, kunnen we ook een beetje sneller cheaten zo. Oh mijn god. Wow. Air is langzaam, dames en heren. Deze Griffin, die heeft pas snelheid onder zijn veren. Holy damn, als we een beetje duiken. Oh, we raakten een boom. Ongelooflijk wat een speedhacker is dit. Eens even kijken of er iets modded is om te killen. Ik denk dat dat belangrijk is. We moeten iets modded killen. Ho, ik zie daar een Gamma Rex. We gaan die Gamma Rex killen. Niet dat die heel veel voorstelt voor een beta. Oh, yep. 128.000 is als we duiken. Dat is het gewoon. Zeker weten. En, het lijkt alsof het nou regent, dus het is een beetje donker. Waarom zijn er alleen maar vliegende modded dino's hier? Ik wil geen vliegende modded dino's, die kan ik zo slecht hitten. Oké, misschien kunnen we die Archie wel hitten daar. Oh, niet echt. Wow, man. Als dit ding eenmaal zo sprint, dan is die zo ongelooflijk snel. Dat is haast niet meer te doen. Oh crap, we hebben geen zadel. Oké, we gaan echt wel veel levels in HP moeten doen. Want deze Archie die hit ons gewoon voor 5000. Die Archie doet op ons bijna evenveel damage als wij op hem. Oh, ben jij dan? Oh, ik ben ver weg. Oh nee, ik ben vrij dichtbij nog. Oh. Ik kom wel weer terug naar waar we hem dan getemd. Wow, die snelheid is niet goed, man. Ik kan hem echt niet controleren, man. Op die snelheid. Oeh, daar is nog wel een Terry. Maar een Terry Sinosaurus, die gaat mij er weer van afslaan. En dat willen we ook weer niet hebben natuurlijk. Maar die Griffins killen, dat is echt gewoon tricky. Omdat, oh, die dingen zijn gewoon basic zo snel. Ah, het is nog best lastig om ze te hitten met die speed, Rich. Ja, dat wel. En wel fijne dino's, hoor. Ja, man. Ongelooflijk, vooral als je even die snelheid pakt, ben je zo aan de andere kant van de map, ja. Het is niet normaal, nevermind. Laten we eens even kijken, hoeveel levels hebben we? We hebben al 72 levels beschikbaar. Laten we in ieder geval een level up counter erin gooien. Check. En, wat van die healpotjes, waar zijn die healpotjes heen? Oh, hier. Oké, okay. Wat van die healpotjes, die ben je niet nodig. Laten we gewoon een keepmapje maken. Ik vind dat echt ideaal om te doen in een dino's. Gewoon een keepmap. En daar doe ik de dingen in die ik wil houden. Zoals de Apex Blood. Ik heb dit nog niet gebruikt. Maar ik verwacht dat we er wel nodig zijn. Een beetje vlees. En nou, de zadel zolang die dat kan dragen. Level up count buff hebben we. Oh, autoklikker moet nog aan. Let's go. Autoklikker. Oh, het wordt alweer nacht. Holy crap, Rich. Wat zijn we lang bezig geweest. Oké. Okay. Oh, we hitten nu al 22.000, dames en heren. Laten we de gamma's heel even een beetje omhoog doen. Nou wil ik wel eens even kijken of die gamma griffins nog steeds met mij durven te vechten. Ik kan ze niet hitten, al is het nog zo, man. Oh, bijna dood. Oh, yes. Die gamma griffin is dood. Ik ben bang dat die Therizinosaurus mij van mijn mount afslaat. Dus ik wil eigenlijk liever niet vechten met die Therizinosaurus. Ja, dat wil wel, joh. Dus, maar dan slaat hij mij dood, of niet? Mij in plaats van mijn mount. Al mee bezig. Oké.
Ik ben niet beter Archie in het bevechten. En Archie bevechten is gewoon veel makkelijker als een Griffin. Oh, ze laten de loot allemaal op de grond liggen. Ga maar Griffin, dat wil ik allemaal hebben. Ik ben best wel greedy, mensen. Ik ben echt wel heel greedy. Ik wil gewoon alles hebben. En dan aan het einde dan maak ik alles kapot omdat het niks waard is. Ik denk dat wij gewoon even een beetje op moeten levelen. En ik denk dat ik gewoon alle XP potions die ik had gefarmd met de Rex hierin ga gooien. En dan is die al bijna max level, hoop ik. We kunnen wel even naar richting de Red Oakquist. Daar heb je wel heel veel modded. Ja, laten we dat even gaan doen. Wauw, 247 levels. Ik geef je die levels toe, Paas, en vliegen we even naar de Red Obelisk. En dan zijn wij er zo weer. En daar zijn we weer. Dames en heren, we zijn bij de Red Obelisk. En om heel eerlijk te zijn, dat duurde ongeveer 5 seconden vanaf daar naar hier vliegen. Dat was insane snel. Maar ik heb hem opgeleveld en we hebben momenteel 4630,6% melee damage. De rest van de levels die ik overhaad, want dat is max melee. De rest van de levels die ik overhaad, die heb ik in health gedaan. En we hebben inmiddels 6,9 miljoen HP. Dus dat is lekker, denk ik. Laten we eens heel even kijken. Hoeveel damage doen wij nu met de gewoon... Nee. Oh, wow, legspike. Niet met zo'n sprint attack. Hoeveel damage doen wij met een gewone attack? Even testen. 56.000 damage met een gewone attack, dames en heren. Het is geen Rex. I know. Ah, crap. Die heeft geen lootkistje achtergelaten. Het is geen Rex. Maar het is een Griffin. We kunnen er super snel mee vliegen. En ik ga nu iets doen waar ik denk ik spijt van krijg. Maar die zadels die zitten minder weg. Ik wil dat hij gewoon alle loot op kan pakken. En vooral die XP-potions. Omdat die dino's zoveel levels kunnen krijgen. Zijn die XP-potions gewoon super veel waard. Zullen we kijken of we een bommetje op die beta giga kunnen doen? Ja. Holy crap. 700. En ene... Oké, deze is beter dan een beta Rex. I don't even care. Ongelooflijk. Dat was een beta giga. Van level 500. En die was in 2 hits verdwenen. Waar is je loot? Waarom krijg ik je loot? Hij heeft geen tasjes. Wat is dit voor oplichterij? Ik krijg niet altijd loot. Wat een afzetters. Oké, we hebben 48 levels erbij. Laten we gewoon nog flink wat levels doen in health. Aangezien het toch wel heel fijn is om health te hebben. En ik denk niet dat we te veel in movement speed moeten doen. Want dan is die niet meer te besturen, denk ik. Zullen we nog een keer proberen? Beta Rex? Of Beta Giga? Oh, die mis ik. Die miste ik. Wacht even, gaan we opnieuw doen. Oh, nee, dat was niet geheel de bedoeling. Wow. Als dat ding ook zo snel gaat, is die gewoon niet meer te besturen, man. Hey. Zo, hoeveel... Oh, kan ik nog zien? 781.000 in één hit, dames en heren. In één freaking hit. Bam! Giga's weg. Maar als we er gewoon mee vechten, krijgen we dan wel loot? Als we op de grond staan, is dat het misschien? Giga, je gaat dit niet... Auw, oké, misschien ga je dit winnen. Die Giga die hit mij gewoon voor 14.000. Dat is echt wel een nadeel dat je geen zadel hebt. Oké, maar de Giga gaat wel aan. Hij gaat het verliezen. Hij is meer bloody als dat ik ben. Oké, maar is ook low level. Ah, gaan we nog steeds geen loot. Waar is dit loottasje van? Oh, een vanilla sabertooth. Daar hebben we niks aan. Holy damn, mensen. Ik denk wel dat we gewoon nog 77 levels bij in health gaan doen. Oh, ik zie die van jou ook nou uplevelen in health, of niet? Ik zie in één keer 166 levels in health staan. Ik denk, wat is dat nou? Oké, dan moeten 200 levels in health. En dan hebben we nog een paar over voor stamina en dat soort dingen. Nu hebben we 17 miljoen HP, zie ik dat goed? 17,5 miljoen HP, dames en heren. Mogen we gewoon niet over klagen. Holy damn, Rich. Dit was alweer een team. Ik dacht van, nou, we hebben die allo's en het is done. Dan hebben we wat we hebben moeten en... Deze beta, gamma. Oh, gamma Griffin. Weggevaagd. Holy damn, wat is dit een monster. Maar dit was geen easy team in ieder geval, Richie. Daarom zei ik, kan beter een zo'n taming pen doen, joh. Oh, absoluut. Absoluut. Maar kijk eens heel even wat voor snelheid, dames en heren. We gaan eens heel even gewoon een stukje omhoog. En ik wil naar de groene obelisk. We gaan gewoon even naar de groene obelisk. Ik ben te lui om verder omhoog te vliegen.
Oh, oh crap, hij duikt zelfs gewoon onder water, man. Ik bleef er gewoon op onder water. Ho, ho, doeg frames. Ja, die van mij ging ook helemaal schotteren, joh. Wow, maar dit is hoe snel of dat wij naar de groene obelisk kunnen. Oh crap, dit ziet er mooi uit. Holy damn, dit is een mooi plekje. Oh, yeah. Oh, hier ligt ook Explorer Note. Oké, okay, cool. Wat voor Explorer Note vinden wij hier? Now that Wally has deemed... Nee, gaan we niet allemaal lezen, mensen. Maak je niet druk. Holy crap, dit is echt wel een mooi plekje, Rich. Hebben we hier ook silica pills dan? Ik loop over de oceaanvloer. Wat is dit voor OP? Ongelooflijk OP dino. Hé, hey, hier zitten ook bevers. Heb jij al otters gezien in de map? Otters gezien? Ja, otters. Ik wil otters. Oké, okay, onder water is vervelend geluid. Maar ongelooflijk, wat een supergave Griffin. En natuurlijk, dames en heren, ook deze keer zijn naamsuggesties weer verschrikkelijk en verschrikkelijk welkom. Ik probeer hier nog gauw even een screenshot te farmen. En ik gok dat jullie deze al voorbij hebben zien komen. Want wat is dit een gaaf, majesteus beest. Ongelooflijk. En, maar, goed. Het verhaal is dus. Wij gaan back to base. Ik ga in ieder geval back to base. Rich, die is een echte ark. En dat heb je... Oh, dat hebben jullie niet gezien naar zijn basis. Crap, Rich, help me herinneren. De volgende aflevering moeten we even bij jouw basis langs. Net voor jou open. Oh, niet landen. Holy crap, wegframes. Damn, damn, damn. Waar gaat dit snel, mensen? Maar wij gaan dus super, super snel back to base. En dan zien we jullie daar. Want dan gaan we de andere dino's die we de afgelopen aflevering hebben getemd gauw even een naam geven. Dus BRB is peeps. En daar zijn we weer. Back at base. Laten we eens heel even kijken naar de namen. Want ook de namen omdat mijn... Oh crap, dat was de bips van onze Terry. Omdat mijn PC besloot om te crashen, was ik ook de naamsuggesties kwijt. Dus ik heb dat nou nog eens een keertje weer door moeten lezen. Maar goed, we hebben ze. Het is gelukt. Hier hebben we onze Dodek. En dat was niet geheel de bedoeling. Volgens mij hebben we de andere Dodek de vorige keer al een naam gegeven. Dus gaan we deze Dodek, die gaan we nou een naam geven. Options, change name. Deze die noemen wij vanaf nu. Zal deze vrouw bekend staan als Libu. En Libu die was gesuggereerd door Wasim Dada. En Wasim Dada, wat vind ik heerlijk om te zien dat je er nog altijd bij bent. Fijn, dat is echt super super fijn. Die Teresinosaurus hebben we de vorige keer gedaan. Maar deze Allosaurus, deze moet nog wel... Ah crap, doe ik het nou gewoon serieus? Weer pak ik hem weer op in plaats van dat ik hem naam geef? Ongelooflijk. Soms en dan vraag ik me toch echt af, hoe kun je na 3000 uur nog zulke basisfouten maken? Dit is Knockdown. Vanaf nu af aan kennen wij hem beter als Knockdown. En Knockdown, die moet ik nodig baby's maken met onze... En vergeet dus ook niet dat onze nieuwe Beta Griffin, dat die ook nog een naam heeft. En Goldilocks, of Goldie ding, Goldie... Hoe heet die van jou, Rich? Goldilock toch? Ja. Voor mij was dat Goldilock. Die is natuurlijk al in gebruik. Hier hebben wij onze Allosaurus die wij voornamelijk heel veel gebruiken. Die ik zo meteen nog wel even op zou ruimen. Maar ik ben te dik op het moment, dus ik kan me niet zo goed tillen. Nu doen we het in één keer goed. Options. Change name. We moeten even rustig kijken. Voordat we wat doen. Voordat we actie ondernemen. Even rustig kijken. Deze zal vanaf nu bekend staan als Torpor Bite. En... voor de goed oplettende onder jullie hebben gelijk. Er is één Allosaurus minder. Dat is een ander verhaal. Die is er niet meer. Maar niet mijn schuld, ook niet Ritsje schuld. We hebben nog een andere tribe. Ik noem geen namen. Jules. Maar Jules is onze grote... Oh nee, ik ga hem straks wel opruimen. Is onze grote Belgische vriend. En Jules heeft gewoon een speciaal plekje in mijn hart. Dus ik heb het hem vergeven. Maar hier. Onze perfect team. Waardeloze Beta Rex vrouw, dames en heren. Options, change name. En ik vond dit weer een super gave suggestie. Dit is Golden Bite. Ik vind ze er wel een beetje golden uitzien. Moet het... Oh crap, daar had natuurlijk nog een P voor gemoeten. P doen we ervoor. Accept. Nice! Onze dino's die beginnen allemaal al wat namen te krijgen. Oh crap, deze doodikker staat nog geen naam. Oh, dat is mijn fout. Ik ga nog... doen we de volgende aflevering wel weer. Maar in ieder geval... ik moet nog heel even oplezen. Knockdown die was gesuggereerd door Akuma Tag. Torpor Bite was gesuggereerd door Hugo Wultjes. Golden Bite was gesuggereerd door Gijs VB. En
We kwamen de vorige aflevering, kwamen wij nog zo'n Apex Direwolf tegen. Een groene. En die doet ook Torpor. Dat werd mij verteld door VDB Games. En Hellstone, die had het nog over Patrick. Onze Dimorphinon van de Extinction Core seizoen. Dus die moeten we ook nodig gaan temmen. Oh wacht, ik vergeet daar eens nog een naam. Die naam is gesuggereerd door Dark Matter Gaming. En dat was eigenlijk voor de Enkilo. Maar onze Enkilo die heet als Spanky. Steenbok. Oh, dan noemen we gewoon onze doodikkere Steenbok. Dat vind ik wel een hele goeie. Volgens mij was er ook nog een suggestie van Rock'n'Roll. Maar ik weet niet meer wie dat had gesuggereerd. Oh, we noemen onze doodikkeres, die noemen wij... Nee, die fout maakte ik niet. Die fout maakt... Nee. Daar knippen we er gewoon uit. Ik maak geen 3 keer op rij dezelfde fout. Echt niet, mensen. Gewoon niet. Misschien... Is er veel levels? Misschien soms een beetje... Nee, ik heb 3 keer pak ik die dino op in plaats van dat ik hem een andere naam geef. Steenbok. Vanaf nu af aan heet onze Apex Dodekkers Steenbok. En dit was ook een perfect team, dus laten we dat er wel heel even voor laten staan. Dan kunnen we later, als we dat nog weer nodig zijn voor breeding, dan weten we dat in ieder geval nog. Maar, dames en heren, ik hoop dat jullie hebben genoten van deze aflevering. Ik heb het in ieder geval wel gedaan. Rich, vond jij het gezellig? En helaas doet Rich en Mike het weer niet op dit moment. Wat een ramp. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Als je de video leuk hebt gevonden, geef dan even dat duimpje omhoog. Als je hem niks aan hebt gevonden, geef me dan gewoon een duimpje naar beneden. En natuurlijk kijk ik uit naar jullie reacties. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Appetje ho.